8 jaar geleden overleed stokkarlegende Piet Keizer uit Helmond onder toezicht oog van familie en vrienden op circuit van Venray. Een grote klap voor de familie die toch in de racerij actief bleef. Zoon Geert-Jan Keizer keerde tijdens de paasraces in Venray terug op het circuit waar zijn vader overleed. Het lijkt een normale dag op het stokkarcircuit in Venray. Geert-Jan Keizer bereidt zich voor op de paasraces in de Formule Stokkar. Iets wat hij 8 jaar eerder ook deed op dit circuit. Toen reed hij samen met zijn vader Piet Keizer de finale van het WK. Wat een dubbel succes had moeten worden voor vader en zoon, eindigde in een persoonlijk drama. Piet Keizer verongelukte tijdens de race in bocht 3, voor de ogen van zijn zoon. Toen heb ik de auto aan de kant neergezet en ja, gauw genoeg was ik er ook bij. Maar ja, ik zeg, rest, ja, het zegt, er gaat alles zo snel dat je dat allemaal niet meer kunt. Alles speelt in één keer van alles door je hoofd heen. Dat kun je op dat moment allemaal niet meer rondhouden. Toen het ongeluk gebeurde was ik de eerste bij de auto, zeg maar. En, ja, dat zijn niet leuke beelden natuurlijk, nee. Je wist meteen dat het niet goed zat? Ja, ik zag meteen dat het niet goed zat. En, toen is de EHBO er ook bij gekomen en de hulpverlening. En toen zijn we ook bij de auto weggegaan natuurlijk. Maar, Wij staan langs de baan te kijken en wij zien hem geraakt worden door een andere coureur. Dus ja, wij meteen de baan op om te kijken. Want ja, we wisten wel dat het, we zagen dat het ernstig was, maar ja, we wisten niet hoe ernstig. Maar toen we bij de auto kwamen, toen zagen we wel dat het toch niet helemaal goed was wat er ging gebeuren. Dus ja, dat was even schrikken. Het gebeurde recht voor mijn neus, op het oude circuit, op de oude baan, wat hier achter lag. Het was precies 50 jaar, Bresca. Ja, het was gewoon eigenlijk te. Het zit nog te vers in het bloed. Het is gewoon een flinke impact, ook op het publiek. Ook in de autosport vooral. Het is gewoon, nou dan rijdt de zoon gelukkig nog. Ja, het is een naam die eigenlijk nooit vergeet. Na het overlijden besluiten de nabestaanden en het raceteam toch door te gaan met stockcar racing. Een besluit waar iedereen toen achter stond, want op deze manier gaven ze Piet de eer die hem toekwam. Voor Geert-Jan brak een moeilijke periode aan. Als 19-jarige moest hij de zaak van zijn vader overnemen. Gelukkig stond hij er niet helemaal alleen voor. Het personeel was al lang bij ons in dienst en zo. En iedereen had toen de tijd ook al zijn eigen taken. En daar hebben we gelukkig iedereen goed op kunnen pakken en zo. En er zijn toen wel 14 dagen dicht geweest, maar na die 14 dagen zijn we open gegaan weer. En iedereen had zijn eigen taken en zo. Ja, het begin is het altijd moeilijk. Van waar is een auto waard aan het inkopen? Dat deed papa altijd zelf. En ja, dan moest het ook langzamerhand overnemen. En het lieverlee zijn we toch even ingerold. En we maken op dit moment gaat het echt vrij goed dus. U zit al jaren hier in het familiebedrijf. Lijkt hij op zijn vader? Ja. Welke dingen hebben ze gemeen? Ja, alles. Is dat niet moeilijk dan soms? Hoezo moeilijk? Ja goed, omdat Piet er niet meer is. Dat je het dan eraan herinnert? Ja, tuurlijk. Tuurlijk is dat denk ik moeilijk. En gaat u ook mee naar de races? Nee. Nooit, waarom niet? Nooit de laatste races geweest toen Piet verongelukt is. Mis je hem nu op zo'n dag? Ja, uiteraard. Ik mis hem altijd. En met zo'n dag ook. Ik ken er, voor veel dingen kon ik gewoon van leren qua afstelling nog van remmen en zo. Dan is gewoon veel in te halen. Thank you.